Hey Ruud jongen, het is hoe laat is het? 16:30? Het is 16:30, ja. Ja, nou en we zijn om 21:30 begonnen. We hebben flink ons best gedaan zoals je ziet. Dus, ja, en we kunnen lullen, maar hoe lang hebben we nou gepauzeerd? Eén colaatje, ergens een koffietje, een broodje. Dat was hem, hè? Ja, maar dat was hem ook. We hebben flink ons best moeten doen. En tempo erin gehouden. Nou ja, je ziet wat er van gekomen is. Maar we hebben echt hele mooie dingen gehad. Hè? Van vijf fietspompen tot een heel chic horloge van Titanium. Net van de drukkerij. 10 hele mooie goodies. Zeeuws Museum, Zeeuws Archief. Het is echt van alles en nog wat. Hè? Heel veel bonnen. Prachtige bonnen. Lampenkap. Een hele dure lampenkap ook. Mooie rugzakken. Zijn er dingen bij waar jij nou ook op mee zou willen lopen? Dat je zegt, dat was toch echt wel een dingetje. Kijk, zo'n rugtas is altijd makkelijk. En zo'n horloge dat springt er dan denk ik ook wel een beetje uit. En, maar ja, er zit bijvoorbeeld ook wat waardebon bij voor sneakers van 100 piek. Sneaker weten en een brillenbon voor €150. Ja, en dus, prachtige dingen van kledingzaken. We gaan het van de week kom ik bij jullie op visite op de zaak. En dan ga ik eens alles rustig. Nog een paar adressen na. Dus mensen. Waar we niet zijn geweest vandaag, daar kom ik nog, maar dat kom ik dan zonder vrachtwagentje doen. Maar dat is maandag of dinsdag. En Ruud, jou bedank ik hartelijk weer voor je hulp. Het is, graag gedaan. Ja, nou ja, ik ben toch blij dat ik dit op mijn fietsje had moeten doen. Dat is niet relaxed. Nee, dat had lastig geweest. En jij gaat Valentijn vieren met je vriendin, toch? Dat ga ik zeker doen. Nou, veel plezier man, dankjewel. Dankjewel.